Hier is Arnold. En vandaag staat hij in het Museum van het Menselijk Lichaam in Nederland. Oh. En kijk, dit is 's werelds eerste bio-engineerd menselijke huid. In 2011 creëerden Nederlandse wetenschappers een geit die in haar melk materiaal voor spinnenwebben kon produceren. En maakte daar vervolgens menselijke huid van. Deze huid is 15 keer sterker dan staal. En het kan 5,56 kaliber kogels tegenhouden. Het onderzoek is officieel afgelopen. Maar wat als de experimenten in het geheim worden voortgezet? Gefeliciteerd Arnold! Je hebt je zojuist aangemeld voor de kogelvrije huidtest. Wauw! Leef je nog, Superman? Dus, een succesvolle test. Hey Arnie, deze jongens lijken tevreden met het resultaat, maar ze willen het nog wat opvoeren. Een granaatwerper vuurt een granaat af met een snelheid van 120 meter per seconde. En hij kan 50 centimeter stalen pantsers doorboren. Nu hebben we iets serieuzes nodig. Bijvoorbeeld, huid van fullereen. Dit is het sterkste materiaal dat de wetenschap kent. Een allotroop van koolstof. En het is 200 keer sterker dan het sterkste staal. Gefeliciteerd Arnie, je fullerene huid is bestand tegen een raketgestuurde granaat. Wat natuurlijk niet gezegd kan worden van je hersenen. De schokgolf heeft die veranderd in een trillende gelei. Maar gelukkig ben je in een supergeheim lab. Dat klopt Arnold, perfecte tijd om weg te komen. Immers, nu kunnen automatische wapens je geen kwaad doen. Je kunt zelfs niet gewurgd worden. En zelfs een auto kan je niet raken. Maar je kracht. Arnie, jij klein watje. Dat is geen spat veranderd. Maar in plaats daarvan, zoals ik kan zien, heb je nu stalen zenuwen. Maar het probleem is, Arnold, dat je je nu voor de rest van je leven moet verbergen. Zodat niemand weet dat je een superhuid hebt. Wacht, wat? Ik begrijp het, Arnie. Je doet alles voor likes. Nou ja, ieder voor zich. Hoe dan ook, zorg ervoor dat die koppigheid je niet tegen gaat zitten. Zelfs Superman heeft zwakheden. Dacht je echt dat er geen wapen door die huid van je heen kon komen?